Hallo, ik heb al een paar keer de vraag gekregen van hoe zit dat nu met het uploaden van een vluchtplan nadat VATSIM een paar wijzigingen doorgevoerd heeft. Ik ga het in deze video eventjes heel snel laten zien en het is echt super eenvoudig. Het vluchtplan laten we ervan uitgaan dat we een normaal SIM-brief gebruiken, waarbij we dus in de dispatch gaan zeggen we nemen een vluchtplan dat we willen gaan uploaden. Dit vliegplan, dat wil ik naar VATSIM sturen. En het enige wat ik dan hoef te doen, is als ik het vluchtplan aangemaakt heb, is Generate Flight. De OPF is dan beschikbaar. En dan scroll je helemaal door naar beneden. En bij Prefile on the Network ga je naar de details. Omdat we over VATSIM praten, doen we een prefile op VATSIM. Dan opent in de browser een VATSIM webpagina en daar staat je hele vluchtplan wat je net vanuit SIM-brief doorgestuurd hebt, opent zich. Het enige wat je dan hoeft te doen is file the flight plan en nu staat het klaar bij VATSIM om te kunnen gaan vliegen. Je kunt dan op het moment dat je in vPilot zit zeggen: ik wil weten hoe mijn vluchtplan eruit ziet of ik wil mijn vluchtplan aanpassen. In SIMbrief, nee, sorry, in VATSIM open je je flightplan, maar niet het oude schermpje, weer hetzelfde scherm van VATSIM en daar staat dat hij er een gevonden heeft. Wil je hem laden en eventueel wijzigen? Ja. En hier kan je dan zeggen: ik ga bijvoorbeeld mijn hoogte ga ik veranderen in een andere cruise level. Op het moment dat je het flightplan doorstuurt, dan zit hij weer als geldig flightplan bij VATSIM. Terug. Nou, we kunnen dit scherm dan sluiten. Als we dan weer teruggaan naar vPilot en we roepen het vluchtplan op, dan roept hij het vluchtplan op en hij zegt: wil je er weer in? Ja, en dan zie je dat de aangepaste hoogte er staat. Wat belangrijk is, dat is deze regel. Elk vliegplan wat je hier gefiled hebt, dat wordt automatisch geladen bij VATSIM. Nou, dat is eigenlijk alles. Veel succes!